je voelde dat het anders was. Er was soms geheimzinnigheid, wat je wel door had en wat je heel goed aanvoelde. Niet over praten, zwijgen. Het waren maanden met onduidelijkheid en daardoor trok ik me wel terug in mijn eigen wereldje. Ik kan het nog steeds niet goed uitleggen. Ben na 75 jaar op zoek naar ontbrekende puzzelstukjes. Soms vind ik er weer een. Zoals ik dacht dat mijn moeder een gestreept jasje en broek aan had in Vught. Maar de vrouwen droegen blauwe overals. Weer een stukje kostbaar gevonden. Van, zeg maar, van 10 tot 13 jaar in het kamp. Ik heb aan de rokken van mijn moeder vastgehouden. Alles met wat er ook gebeurde, we kregen heel weinig te eten. Het was zo erg dat zelfs mijn zussen, het was daar een tuintje bij het huisje waar we zaten, de kikkers hebben opgepakt. Ik vond het wel verschrikkelijk hoor, maar die gingen ze dan eventjes koken, bakken, in een vuurtje maken en dan hadden we tenminste nog iets of wat meer te eten. Wij gingen nog wel eens naar Woerden. En dan waren er bepaalde winkels. Daar konden wij ons nieuws halen. Die namen ons dan mee naar achteren. Niet in de winkel. En dan werd er verteld hoe het ging. Dat weet ik nog wel. Ik was de enigste in die leeftijd van 9 jaar. En dan voelde ik me zo naar. En dan dacht ik, nou, dan verstopte ik me in het gangetje daar. En niemand zag me. En ik zat onder jassen dan over mijn hoofd getrokken. Ik bestond even niet. Nou ja, dat was half onder de grond, helemaal betimmerd. En daar hadden wij als elk kind een rugtasje. Met een stel kleren, een flesje met water, wat we regelmatig moesten verversen. En we hadden per persoon een kettingje, zal ik maar zeggen, een bandje met daaraan een fluitje. En een dik rubberen, een stukje rubber waar je op kon bijten. Want dat was wat werd aanbevolen om te doen, mocht er gebombardeerd worden en je ligt onder het puin. Dan kun je fluiten, dan kunnen ze je horen. En als er gebombardeerd wordt, bijt op dat stukje rubber. Want je kan een klap krijgen met je hele gebit en zo. Dit was heel raar, maar dat hadden we allemaal hangen in dat keldertje. En vooraf had die bekende toon, de poem, 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 poem. Dat kwam vanuit Monden. En dan wisten we dat Wilhelmina eraan kwam. En we werden ingelicht door de ondergrondse. Die wisten meestal precies wanneer zij voor de radio, voor die microfoon kwam. En dan werd op de hoogte gebracht. En ja, wat ze allemaal gezegd heeft, dat ontgaat je een beetje. Maar het deed je geweldig goed dat je haar stem hoorde. En zo'n soort moeder. En daar knapte je van op. Nou, het heeft zonder meer een enorm stempel gedrukt. Absoluut. Niet in de zin dat ik bang of zo ben geworden, maar het heeft een stempel op je leven gedrukt. Het is een periode geweest die niet weg te denken valt. Ja, in die zin. Kijk, je had die vreselijke oorlog, maar je had daarna die schitterende bevrijding. En dat zijn beide dingen die gaan nooit uit je geheugen weg. Nou ja, je wordt met je neus op de feiten gedrukt dat je helemaal niks over je leven te zeggen hebt. Je verwacht dit helemaal niet. De oorlog hadden we ook niet verwacht. Het is heel wat anders natuurlijk, het is niet vergelijkbaar. Maar er is één ding wel, dat je weet dat je dus helemaal niks over je eigen leven eigenlijk kan beslissen. Het gebeurt. En daar moet je bij neerleggen.
daar komt een eind aan. Net als wij wisten, na de landingen in Normandië in 1944, dat er aan die Tweede Wereldoorlog ook een eind zou komen. En daar leefde je naartoe. Dat was die stip aan de horizon. En dat was het luisteren naar de BBC. Hoe ver zijn de Amerikanen? Hoe ver zijn de Britten? En dat was, nou, een beetje te vergelijken met wat ik nu net vandaag in de krant lees. Hoe ver zijn onze mensen in de ziekenhuizen en in de laboratoria bezig met het medicijn? Hoe ver zijn ze daarmee? Maar dat is een lichtpunt. Dat komt eraan, dat medicijn. En dat zal ons waarschijnlijk helpen. En daar moeten we ons op richten. Er zijn lichtpunten. Ja, ik zie. Het lijkt wel of de zon. De zon in andere kracht ging schijnen. Ja, je voelde toch wel dat je de vrijheid door heel je lijf heen.